49,2 meter hoog. Dat is de watertoren in Lutte. Het is daarmee de hoogste watertoren in Overijssel. Het concurreerde even met die van Steenwijk, maar die zit in een kerktoren en dat telt dus niet. Die watertoren is gebouwd in een typische jaren 30 stijl en heeft een tank van 578 kubieke meter. En het water in die tank dat werd gebruikt om de omliggende dorpen van water te voorzien. Tegenwoordig wordt de watertoren gebruikt als bed and breakfast.